Dit is de grote winnaar, Eugène Ruggenaat van de Liberale PAR. Zijn partij had juist ingezet op fatsoen en goed bestuur. Spannend was het wel. Ruggenaat moest het opnemen tegen oud-premier Gerrit Schotten, die tijdens zijn campagne diep ging voor de stem van het volk. En bereid was daarvoor cadeautjes uit te delen. Haalde u, Ronald Plasterk, opgelucht adem toen de PAR gewonnen bleek te hebben en Gerrit Schotten ook wel iets, maar niet de grote partij te zijn? Nou, ik haalde in ieder geval opgelucht adem dat die verkiezingen gewoon door zijn gegaan. Want dat was nog even spannend. Er was twee maanden geleden een situatie dat toen was de regering gevallen, verkiezingen uitgeschreven. En heeft de interimregering, waarin Schotten een sterke hand had, gezegd: ah, die verkiezingen zijn eigenlijk helemaal niet nodig. En dat is wat, hè? Als gewoon de verkiezingen worden tegengehouden. Ja, dus het hoofd van het stembureau die kreeg van de minister van Binnenlandse Zaken daar een briefje van: u moet niet meewerken aan het organiseren van die verkiezingen. En toen ontstond er wel onduidelijkheid. Want ja, in feite, het is een groot woord, maar eigenlijk is het dan een staatsgreep. Hè? Een staatsgreep? Als de verkiezingen die zijn uitgeschreven, als je besluit om die af te blazen en zeggen: weet je wat, we gaan gewoon de komende jaren door. Maar dat is binnen het Koninkrijk der Nederlanden, dat dreigt er een staatsgreep. Dan zou er het effect ontstaan van een vacuüm, waarvan eigenlijk niemand meer weet: ja, zit die dan nou rechtmatig? Wat had u dan gedaan in dat geval? U heeft het nu afgedwongen via de gouverneur. Het is gelukt. Ja, we hebben nu via de gouverneur, we hebben gezegd tegen in de Treffenzaal, in de Rijksministerraad, hebben we gezegd: die macht om de verkiezingen te organiseren, die verplaatsen we van die minister naar de gouverneur. De gouverneur is de plaatsvanger van de koning eigenlijk op het eiland. En zij, George Wout, heeft dat heel krachtdadig gedaan en heeft dat doorgezet. En uiteindelijk betwist er nu ook niemand meer dat dit rechtsgeldige verkiezingen zijn. Dus ze zijn gewoon doorgegaan. En dat vind ik het belangrijkste. Ik kan me voorstellen, maar ik vind het nogal wat. Had u een scenario klaar liggen voor wat nou als er niet naar de gouverneur wordt geluisterd? Wat gaan we dan doen? We hadden wel over nagedacht, maar ik ben heel blij dat het goed is gegaan. Want, ja, maar dan denk ik aan, we gaan de marinier sturen. Je komt in ieder geval in een vacuüm. Kijk, uiteindelijk, als puntje bij paaltje komt, is er koninkrijksverband met vier landen. Drie landen daar, Sint Maarten, Aruba, Curaçao en met Nederland, is uiteindelijk toch een verband waarin iedereen moet willen zitten. En als er een land inderdaad massaal zou zeggen van: nou, we willen dat niet meer, we houden ons niet meer aan de regels, dan houdt het een beetje op. Ja, maar dat zou via verkiezingen zijn, eventueel dan. Wat u nu zegt is, als het gewoon via een onrechtmatige manier gebeurt. Ik word toch nog echt nieuwsgierig. Wat zou u gedaan hebben als er niet naar de gouverneur was geluisterd? Nee, ik ga er niet op in, omdat ik heel blij ben dat het door is gegaan en dat de mensen hebben gestemd op partijen die ook vinden dat we op een constructieve manier moeten samenwerken. En ik ben er zo voorzichtig mee, omdat ik precies weet hoe het daar werkt. Want iemand als Schotten, die probeert voortdurend te zeggen van: ja, maar al die mensen, al zijn politieke tegenstanders, dat zijn zetbazen van Den Haag. En dus daar blijf ik graag helemaal buiten. Zullen we eens even kijken, want hij is nog niet helemaal weg. Hij is zelfs sterk nog, ze hebben gewonnen in de verkiezingen. Naar wie die Gerrit Schotten ook alweer is. Oud-premier, veroordeeld tot 3,5 jaar voor omkoping door iemand met banden met de Siciliaanse maffia en het gokwezen. En hij is een hoger beroep, daarom loopt hij nog vrij rond. Maar hij mag niet meedoen aan de verkiezingen, maar zijn partij wel. En hij zegt inderdaad: het is allemaal de schuld van Nederland. Juist vanwege de Nederlandse fiscalen die wanneer ze willen op papiertjes die getekend worden, valse aangiftes. Bij u inbreken ook? Ja, bij mij inbreken, omdat dat alleen maar Schotten is en dat er een politieke gejaag al jaren is op mij en mijn familie en de hele partij. En dat het niet zal ophouden tot de dag dat Gerrit buigt om de politieke opdrachten van de Nederlandse politici te volgen. En dat gaat niet gebeuren. U heeft bij me ingebroken. Ja, er is door het OM onderzoek gedaan. Maar dat is, ik bedoel, hij gebruikt maar hij gebruikt alles op een handige manier. Dat is ook precies de reden dat ik even erachter ga zitten. Maar hij heeft gewonnen, hè, wat ik zei. Hij is een zeteltje erbij. Weliswaar gaat hij waarschijnlijk niet meeregeren, maar toch. Hoe zou u de invloed van Schotten in Curaçao omschrijven? Die is groot en die is voor een deel ook groot, omdat er toch veel armoede is op Curaçao. Dus 1/3 van de mensen leeft onder de armoedegrens. En wordt daardoor toch extra gevoelig voor charismatische leiders die zeggen van: nou, weet u, laat ons het maar eens doen. Die cadeautjes uitdelen, dat doet hij ook natuurlijk. Ja. Maar u zegt, hij is wel degelijk corrupt. Hij is daar ook voor veroordeeld. Mij schoot het woord maffiamaatje door het hoofd. Nou ja, kijk, hij is in eerste aanleg veroordeeld. Dus de onafhankelijke rechter heeft gezegd: hij is corrupt en hij doet aan witwassen. Er loopt nog een hoger beroep en het komt binnenkort. Dus ik moet daar
Ik moet dat natuurlijk even afwachten. Maar goed, het eerste oordeel dat ligt er al wel. We moeten verder, ik ga even naar Joost Eermans. Joost, wat moeten we toch met Curaçao? Ik bedoel, het is een prachtig eiland. Ja, maar het is toch, ja, het is een rare constructie in ons lieve koninkrijk. Lieve mensen en, ja, en goede dingen. Maar ja, als, en je wilt het beste voor doen. Het is een zo'n rare spagaat. Ja. Nou, Pim Fortuyn zei, die wilde daar gevangenis bouwen voor corrupte politici. Dat weet ik nog. Vind ik best een goed idee eigenlijk. Maar het, is, het zit zo verweven, die cultuur. Dat je, het enige die er nog iets tegen wil doen was Helmin Wiels. Die werd toen vermoord op het strand. Ja, ja. Het zit gewoon bijna in al die partijen. Ik ben ook blij hoor met die uitslag. Want het had veel erger gekund als die idioot van een Schotten dat had gewonnen. Maar dat je op deze manier... we hebben daar 1 miljard geloof ik aan schulden weggescholden. We hebben daar 55 rechercheurs rondlopen om alles toe te zien op fraude en corruptie. Het is helaas een prachtig land dat totaal verrot is op het gebied. De SP noemt het zelfs inderdaad een maffia. Staat als Schotten had gewonnen. Ronald van Raak, ja, Ronald van Raak zei dat. Dus de vraag is ook, wat doen we met elkaar? Kunnen we geen afscheid nemen? Dat heb ik wel eens in het verleden voorgesteld. Volkenrechtelijk kan je dat niet afdwingen. Maar inderdaad, als zo'n sentiment van Schotten wint, dan zou je bijna zeggen, jongens, laat het dan ook los. Om precies te zijn, zij kunnen dat wel afdwingen. Dat zit in het volkenrecht. Als voormalige kolonie kunnen zij zeggen, wij willen daar helemaal niks mee te maken hebben. Dat kan. Wij kunnen dat niet doen. Wij kunnen niet onze handen er zomaar van aftrekken. Nee. Ik denk dat het voor de mensen daar heel slecht zou zijn. Omdat we ook op het gebied van, kijk, de kustwachtvaart daar, die voorkomt een hoop ellende. Buitenlandse zaken doen we samen. Maar ook op het gebied van onderwijs. Eigenlijk alle mensen daar die hoogopgeleid zijn, die zijn in Nederland. Maar een meerderheid van de mensen wil ook, tenminste, dat zijn de peilingen, wil ook niet weg. Dus voorlopig is het van ons. Tenminste, van ons, maar door zitten we samen. We hebben een verantwoordelijkheid. Ja, maar dan wel de lusten en de lasten. Hè? Ja, dat heb ik ook, dat is wel heel belangrijk. Nou, dat heb ik ook bijvoorbeeld nu bij het afblazen van de verkiezingen. En we zeggen, jongens, we zitten samen in het Koninkrijk. En Nederland draagt er van alles aan bij. Ja. Maar nu moet je echt aan de regels houden. Dat lijkt me. En toen hebben we dus ook in de Treffenzaal besloten dat afblazen van de verkiezingen. Gaan dat, niet, dat gaan we niet doen. Ja. Nog even naar Helmin Wiels, want Joost Eermans noemt hem al. U was toen destijds behoorlijk onder indruk van hem en zeker van zijn dood. Ik bracht hem met de dienstauto naar zijn zuster, geloof ik, in Noordwijk. En dan zat hij naast hem met zijn hoedje op schoot en zo. En dan praten we over het volk van Curaçao, waar hij met veel warmte over sprak. En dat was, nou, denk ik, een half jaar. En toen werd hij opeens doodgeschoten. Een integere kerel. En de oud-minister van Financiën, moet ik zeggen, die wordt verdacht. Ja. Die is opgepakt, zit in Venezuela vast, van het opdracht geven van de moord. Want de moordenaar hebben we inmiddels te pakken op Wiels. U heeft nog een paar maanden ministerschap. Kunt u nog iets doen om hier meer over af te dwingen? Over dat de mensen die er schuldig voor zijn ook daadwerkelijk achter de tralies belanden? Nou, wat we doen, dat heet het Recherche Service Team, het RST. Dat wordt vanuit Nederland, vanuit Binnenlandse Zaken ook gesubsidieerd. Dat ondersteunt de lokale politie en bij het ophelderen van dit soort zaken. Dus we doen vanuit Nederland wel aan de rechtshandhaving zoveel mogelijk extra. Ja. Vlak voordat hij vermoord werd, volgens mij zelfs de avond voor zijn dood, zei hij nog, ik heb een belastend rapport over het goksyndicaat. Ja. Rapport hebben we nooit meer gezien, hè? Nee. Enig idee waar het is? Enig idee? Nee. Nee, hij is echt, wat u al zei, de moordenaar zit achter de tralies. En er is nu door het OM officieel aangifte gedaan. Dat is de voormalig minister van Financiën van Schotten. Dat die opdrachtgever... Dat toont aan inderdaad hoe corrupt het daar toch helaas is. Ja. Zullen we nog heel even naar eigen land? Want er stond meer in de NRC van dit weekend. Ja, dat is goed.